Urbex Team Zeeland is... Urbex Team Zeeland heeft het bereikt. Het kasteel Wolfenstein. Van de Tweede Wereldoorlog hebben de soldaten dat ook nog gebruikt hier, geloof ik. Toch, Gino? Het wordt uitgesproken als Wolfenstein. Wolfenstein. 1932 is het verbouwd. 1932. Even kijken, ja. Toen hebben we de Duitsers bezet. En in, als ik het goed zeg, in 36, nee. Wat was het nou? 63? 36, even niet hoor. Oké. Okay. Toch in 1963 is het een gevangenis geworden voor de politieke gevangenen. Ja? Ja. Oh, mooi. En daarna is het nog een rusthuis geweest. En toen is het verlaten. Bonjour. Mag ik weer door op... Eindelijk in een kasteel. Dit was mijn wens ook wel, een kasteel bezichtigen. Zoals Gino altijd zal zeggen, freaky awesome! Freaky awesome! Urbex Team Zeeland. Was ook in mijn bucketlist een kasteel bezoeken. Urbex Team Zeeland. Bijna 3 uur moeten rijden, maar we zijn er. Vet toch? Ja, dit stond ook echt in mijn bucketlijst hoor. Ook prachtig, mooie foto. Heel strak. Mooi hè? Ja, absoluut. Dit wou ik ook al heel graag een kasteel bezoeken. Hopelijk kunnen we er binnen, want dat hek kunnen we omzeilen. Maar ik hoop dat er ergens opening is, dat we ook naar binnen kunnen. En ook wel cool dat het hier al zo lang staat en dat in de Tweede Wereldoorlog ook de nazi's dit gebruikt hebben. Helemaal uit Zeeland naar, hoe heet deze plek ook alweer, Gino? Luxemburg. Luxemburg, bijna 3 uur rijden. Maar ja, dat hebben we voor jullie fans over, hè? Bijna 3 uur rijden, hè? Urbex Team Zeeland. Kijk, hier staat ook nog een gebouw ernaast. Ik weet niet of dat leeg is. Kijk, hier staat ook nog een gebouw naast het kasteel. We gaan zo wel in het gebouw kijken, maar... Dit ook is. Nee, dat is dichtgemaakt. Hier kan je er dus niet meer in. Ah, maar dat is ook niet zo verstandig, denk ik, om hier naar binnen te halen. Beter gewoon daar naar binnen. Ja, het is lekker weer. Mooie omgeving ook hier zo. Ja, vroeger zo hier, joh. Ja, daar staan nog auto's. Dus. Garageblok. Ja, het is alleen maar rommel hier. Oude kast. En een hoop rommel. Het belangrijkste gaat natuurlijk hierover. Hè. Heb een rijke geschiedenis. Staat hier al van 1932. De Duitsers hebben er ook ingezeten. En nu is Urbex Team Zeeland op pad hier naartoe. Echt vet.
En je wacht het hier, hè? Op zoek naar een opening. Want de voordeur zag er wel echt dicht uit. Hier is een deur, maar die zit ook dicht volgens mij. Ja, ik ben echt bang dat alles dicht is, hoor. Maar... Even op Gino wachten, best. Ja, oh, camera dingen staat er. Er zijn die camera's, ja. Ja, kijk, dat bedoel ik maar, hè. Het is allemaal dicht. Ik denk dat ze het expres zo dicht mogelijk hebben gemaakt. Of je zou hier erg naar boven kunnen klimmen dat er een raampje open is. Ja, hoe wil je hier naar boven klimmen? Gino kan het makkelijkste. Ja, ik ben echt bang dat het allemaal dicht is, hoor. Ja. Als Gino hier op mijn schouders gaat staan, dan komt hij daar makkelijk boven. Echt niet, man. Moet je kijken hoe hoog dat is. Ja, nou, ik chill toch op, zo. Ja, op zoek naar een opening. Hopelijk vinden we er een, want... We zijn toch bijna 3 uur hier naartoe gereden. Ja, ik ga gewoon simpelweg omlopen, dus... Ja, dat is ook urbex, hè. Dat je op zoek bent naar de opening. Van waar kan je naar binnen? Ja, ik ben erg bang dat er geen opening is. Liefst boven nog geen eens, man. Nee, daarboven zijn ook, is ook alles dicht gemaakt. Ja. Als je er al binnen weet te komen, is het geen zin. Ik dacht, waar? Ja, maar hoe, dan komen wij dat dan nog niet in. Ik ga toch even kijken of er een andere opening is. Kijk, onze goede maat Gino is naar boven geklommen om te kijken of daar geen opening is, want koning Gino. Hè? Want hier beneden is het allemaal goed afgesloten, helaas. Dus misschien kan hij boven wat vinden, want hij is wat leniger dan ons. Gino, als je durft kan je door dat raam opening. Welke raam opening? Met die paars hebben we een roze shit ervoor. Dat zijn planken, Pres, dat komt niet in, hoor. Trap je zo omver? Ja, natuurlijk niet, maar hoe kan hij dat dan omver trappen? In de lucht? Ja, helaas, ik ben bang dat dit te veel afgesloten is. En dat we gewoon niet naar binnen kunnen komen. Dat is wel kut, want we hebben bijna 3 uur gereden. Dat erg afgebroken eruit ziet, hoor, van binnen. Kijk, nummer 4. Maar ja, ik denk dat we het kunnen shaken.
Nou, maar van binnen ziet het echt als een tering zo uit, hè? Ja. Dan kijk maar door een kleine raampje. Dat een beetje naar links en rechts kijken. Ja, dat godverdomme pressie daar. Bij de deur. Nou, een tering zo daar binnen, hè? Ja, ik denk dat we kunnen shaken, Gino. Kutzooi. Ja, dit heb je ook wel als Urbex team, hè? Dat je niet naar binnen kan komen. Dat is gewoon kut. Ik denk eindelijk eens een kasteel bezichtigen. Een verlaten kasteel, maar ja. We kunnen hier nergens naar binnen. Tyfuszooi. Toch bijna 3 uur hier naartoe gereden. Jammer hoor. Urbex team Zeeland op pad. Bijna 3 uur rijden en voor een cool kasteel, maar je komt er niet in.